Aww. Yes! Yes, ladies and gentlemen, welkom bij een nieuwe KWO-video. Ik sta hier in het fantastische België aan een waanzinnig mooi water. Als ik het goed uitspreek, heet het water Kelgterhoef. En het is het huis van een hele bekende karp, namelijk de Mohikaan. Een vis die de afgelopen jaren schommelt tussen de 36 en de 39 kilo. Maar vandaag ga ik iets moois doen. Ik ga namelijk een nachtje meevissen met de Belgische topvisser Mario Gijbels. Nu heeft Mario door de jaren heen zo ongelooflijk veel vissen gevangen die XXL formaat zijn. En daarnaast, dames en heren, is het ook gewoon een hele toffe, vriendelijke gozer. We gaan ze een nachtje met hem meevissen. We gaan met hem praten, onder andere over de grote vis die op dit water zitten. Hij heeft de Mohikaan al gevangen. Maar hij is dus nog op jacht naar een hele grote schubkarper van dik in de 30 kilo. Nou, daarnaast gaan we het met Mario hebben over Dreambait. Zijn kindje eigenlijk al sinds, volgens mij wel 20 jaar is dat het aasbedrijf van Mario. Dus nu gaan we het laatste stukje met de trolley naar Mario toe. Gaan we eens even kijken of er een mooi avontuur te beleven valt op dit prachtige, heldere water. Let's go! Morgen, jongen. Oké, Mario, we hebben nu een aantal uurtjes heerlijk chill in het zonnetje gezeten. Het is eindelijk niet meer zo achterlijk fel dat het je ogen helemaal verblindt. We gaan de hels uitleggen voor de nacht. Als het kan, 142 gram loodje. En gewoon super natural met een longshankje en een kikkertje erop. En hier doe ik een knoopje. Ja. Dus ook geen gedoe met ringetjes. En dat kan ook gewoon schuiven. En meer moet dat niet zijn. Ja, en ik zag dat je een hele grote lus in je onderlijn legt, zodat je hem heel eenvoudig kan wisselen ook, hè? Ja, dat doe ik omdat ik als die bolt is, knip ik hem gewoon af. Maar als ik een nieuwe eraan wil maken en ik zeg maar, ik heb een drukke nacht met veel vissen, dan kan ik dus eigenlijk de onderlijn met bijvoorbeeld een snowman of een bolly al eraan, kan ik gewoon door het lusje doen, aantrekken en klaar. En dat kan ik dus ook mee in de boot nemen, in een emmertje of wat dan ook. En dan kan ik het eigenlijk al op de boot verwisselen. En dat gaat super snel. En dan verlies je weinig tijd en dan spaar je ook vaak gewoon batterij uit. Ja, slim. En vooral vistijd. Want als je 5-6 vis op een nacht vangt, dan wil je niet te veel bezig zijn met terug naar de kant varen. En hier is dat soms geweest, omdat ik aanvoerde. Dan had ik soms zelf de eerste 2 uur 5 graskarpers. Ja, want leg eens even uit. Heel veel mensen die denken natuurlijk, ja, graskarpers vang je alleen met mais en aan de oppervlakte. Maar op dit water zwemmen ze gewoon massaal ook op de bodem je voerplek leeg te eten. Ja, absoluut. Als allereerste. Het blijft voor die vissen natuurlijk ook gewoon makkelijk voedsel. Mijn andere hengel, die ga ik veel ondieper leggen dadelijk. Omdat ik wel altijd mijn visserij een beetje aanpas, ook een beetje aan luchtdruk. Okay. Tussen welke diepte ik bevis. Want wat denk jij? Hoe hoger de luchtdruk, hoe ondieper de vis komt? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Waar is je drone weg? Jongens, ik ging Mario filmen terwijl die de hengel uitvaarde. Maar dat duurde dus wat langer dan ik dacht. En ik wist dat er niet heel veel batterij meer in de drone zat. Dus hij flipte hem, hij wilde gaan landen. Dus ik ben hem gaan landen. Daar aan de overkant, waar die mensen nu met die blauwe hesjes staan. Hier, hier is die. Oké, Mario, ik laat je heel eventjes alleen. Regel jij even je linker hengel, ga ik even de drone halen. Ik neem de camera mee, jongens, want ja, je weet nooit, misschien gebeurt er nog wat moois onderweg. Zulke dingen hebben alleen wij, hè, lijkt het. Bij een Corda-film gaat zoiets toch altijd gewoon goed. Maar goed, ik zie het lampje knipperen van de drone. Dus hij is hier nog niet gejat. Dat is dan wel weer een voordeel. Heeft u een drone zien liggen? Ja, daar. Echt waar? Ja, tussen die twee bomen en de zandplek helemaal. Kijk, en u was zo eerlijk dat u niet dacht,
Wie is voor Bassie? Dat is een grapjas die in de bossen zit. Hè. Ah ja, nou. Die gaat me laten verschieten. Een grapjas is het zeker. Hey, bedankt. Hè. Ah, goed begin van de sessie. Oh, ja. Hij is er nog. Oké, nou, conditie hebben we ook weer gehad. Gaan we nu terug naar Mario. En zo zie je maar, jongens. Niet bang zijn. Het komt altijd goed. Yes, Mario. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel is er vannacht gebeurd? Zoveel. Helemaal niks. Zero. Oh, oh, oh. Dat was ook wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Yes, met die hoge luchtdruk had ik er echt een heel hard hoofd in. En dat is natuurlijk ook wel zo geweest. Ik heb in mijn leven niet zo heel vaak, wel soms grotere vissen. Maar als het rond de 1025 luchtdruk is, heb ik in mijn leven nog niet te veel kunnen vangen. Nee. Maar goed, gelukkig heb je natuurlijk veel mooie momenten om op terug te blikken. Ook dit jaar, de afgelopen maanden, is er veel moois gebeurd. Ja, absoluut. Niet alleen op dit water, maar de mooiste dingen zijn natuurlijk wel op dit water gebeurd. En je zou natuurlijk denken dat de mooie kaan het mooiste moment is. Ja. En het is natuurlijk ook wel een heel mooi moment. Maar ik had in het begin van het jaar, hier in mei, had ik een hele grote schub gezien. Niet de grote schub die zwemt, die jumper. Maar een andere grote schub die ik rond de 25 kilo schatte. En dat had ik tegen verschillende mensen verteld. Zoals onder, als ook Alijn en zo. En ja, we hebben daar een gesprek over gehad. Maar we kenden eigenlijk geen vis meer van dat gewicht. Echt waar, joh? En ja, er zijn een aantal vissen de laatste jaren hier doodgevonden. Waaronder ook een hele grote 30 kilo schub. En een groot 25 kilo plus schub. Zo. Maar ja, ik had gezien wat ik had gezien. Dus ik was er vrij zeker van dat hier echt nog wel een hele mooie schub zwom. En op een gegeven moment heb ik een hele grote vis hier verspeeld. Ik wist niet welke. Jij dacht natuurlijk. Ik dacht... Mohikaan. Of natuurlijk jumper. Dus dat was heel pijnlijk. Na zo lang wachten en dan uiteindelijk toch zo'n grote vis verspelen. Ja, want maar, heb je veel nachten gevist? Dat is altijd wel in periodes geweest dat ik hier heb gevist. Maar dat was ook echt wel in piekmomenten. Ik zeg maar iets 5, 6, 7, 8, 10 nachtjes in een goed moment van september, oktober. Ja. 5, 6, 7, 8, 10 nachtjes in een goed moment van mei. Dus ik probeerde wel de goede periodes eruit te pikken. Ja. Maar goed, nu zitten we dus in het jaar 2020. En toen kreeg je dus die aanbeet en die vis die schoot los. Dus jij dacht, ik heb een monstervis verspeeld. Maar wat gebeurde er toen? Natuurlijk, het huilen stond mij nader als het lachen. Maar gewoon verstandig nul. En gewoon doorgaan. Ja. Opnieuw terug een aantal graskarpers vangen. En eigenlijk twee nachten daarna, vier dagen later, vangde ik eigenlijk had ik een drill op de boot met een gigantisch grote schub. En toen ik dacht eerst dat het jumper was. Ja. En toen ik op de kant kwam, dacht ik van hij is net iets te klein voor jumper. Het was wel net naar de paai. Het was een vis van meer dan 25 kilo. Zo. En ik zag in zijn mond dat hij een ander haakpontje had. Ah. En het bijzondere aan die vissers, wij zeggen een beetje de vis van Sammy. Waarom? Sammy is de laatste persoon die vis had gevangen. En dat was meer dan 8 jaar geleden. Zo. En eigenlijk is dat voor mij een beetje het moment van het jaar. Omdat het is zo onverwacht. Ja, ja. Zo'n mooie, brute vis. En het is eigenlijk ook gewoon speciaal om een vis te vangen. Die nog niet veel mensen hebben gevangen. Maar laten we eerlijk zijn, de Mohikaan is natuurlijk een gigantische vis. Maar het blijft nog wel altijd natuurlijk de makkelijkste karper eigenlijk. Van de originele bestand die hier op dit water zit. Ja, dus de vis die het makkelijkst vangt omdat hij gewoon zoveel moet eten.
in principe is dat gewoon zo. Het is gewoon altijd zo moeilijk geweest om die vis te vangen. Vroeger was die veel makkelijker vangbaar. En dat is maar één reden. Dat zijn gewoon dat die graskarpers er zoveel op zaten en zo dominant waren. Dat is het enigste moeilijke geweest de laatste 5 jaar, zeg maar, ja, om die mooie kaan te vangen. Ja, nu zijn de graskarpers minder dominant en hebben die karpers minder concurrentie. Yes. Waardoor je dus moeilijker die mooie kaan vangt. Maar uiteindelijk is het je wel gelukt. Is het gewoon dat je stug bleef doorvoeren en je nachtjes bleef maken? Ja, ik probeerde dus. Mijn tactiek die bestaat eigenlijk eruit om 2 nachtjes in een goed moment probeerde ik er 3 te vissen. Sommige weken gebeurde er maar 1. Maar het 1 ding wat ik wel probeerde te doen was eigenlijk elke dag. Ik zag maar zeggen van de 30 dagen zijn er minstens 7, 28 dagen als ik niet viste dat ik kwam voeren. Okay. Dan gaf ik de stek rust en kon ik iets opbouwen. En als ik dan kwam, dan moet ik eerlijk zeggen, graskarper gezien gewijs en gewone karpers. Ik heb nu wel geblankt, yeah, maar al die nachten in de laatste 3 maanden heb ik niet meer dan 3, 4 nachten geblankt. Ja, het is gewoon altijd wel dat vis op de voerstek Ik moet wel zeggen, ik kies dan ook wel de juiste momenten of de betere momenten van de week om te vissen eruit. Dus is de luchtdruk heel hoog of dergelijke, dan ging ik meestal wel niet vissen en dan kwam ik gewoon lichtjes voeren. Nou, in de aanloop naar de Mohikaan, je bent dus gewoon door blijven voeren. Maar voor heel veel mensen is het dan misschien lastig van ja, hoe pak je dat aan? Hoeveel voer je? Voer je 1 boilie of 2 boilies door elkaar? Kun je daar eens iets meer over vertellen? Ja, ik heb eigenlijk in de zomer, zeg maar, heb ik vooral krill en voedel plus gemengd. En nu de laatste 3, 4 weken, dus na het najaar, opteer ik eigenlijk altijd voor een combinatie Vitella met krill en octopus. En mm-hmm, die meng ik eigenlijk 50-50. En hoe later in het jaar, dan durf ik nog wel eens een beetje het krill zeg maar naar 30% te brengen. Maar dat is natuurlijk bij mij afhankelijk van de watertemperatuur. Maar afgelopen week was die zelf nog met het warme water zelf terug opgeklommen tot 25 graden. Zo. Dus het is nog behoorlijk warm. Ja. Daar liggen ook genoeg zwemmers in het water. En liggen ook genoeg zwemmers in het water. Hallo. En mijn hengels liggen hier. Een beetje verder van de kant alsjeblieft. Maar ja, dus ik probeer nu, omdat het niet zo goed loopt, voer ik 3-4 kilo per dag. Dat doe ik over 3-4 stekjes verspreid voeren. Ja, dat valt wel mee dus. En eigenlijk is dat niet zo heel veel voer, aangezien er zo'n groot bestand van graskarpers. En als je dan teruggaat naar de dag dat je de Mohikaan ving, kun je gewoon ons meenemen in het verhaal? Ja, het is. Ik ging dus vissen, weer een kort nachtje. Het was heel mooi weer. Ik heb ook gewoon open en bloot geslapen, zonder tent, gewoon in open hemel. Ja. En ik moest zeggen, dat was wel bizar, want ik heb heel weinig geblankt. Maar de 2 dagen, de 2 nachten voor de Mohikaan, ja, moet ik wel zeggen, dat heeft wel een reden. Ik was naar Polen geweest een aantal dagen voor een teammeeting en ook wat te vissen met de jongens. En toen had ik mijn voerstek niet kunnen onderhouden. Okay. En toen ik terug ben gekomen, heb ik wel de eerste 2 nachten opnieuw geblankt. Pas dat ik het zeg maar terug heb, wat heb opgebouwd. Bij de 3e nacht had ik dan weer een graskarper. Yeah. En toen is aan het einde van de nacht, nog in het donker, tijdens eigenlijk een onweer, is de Mohikaan ja, vertrokken, zeg maar. Maar dat wist ik op dat moment niet, want ik heb eigenlijk wel geluk gehad. Want ik werd je bedoelt, eigenlijk vertrokken is bij jullie, je kreeg beet? Ik kreeg beet, ik kreeg een aanbeet en ik was nog open hemel aan het slapen. En ik was op de boot en ja, het begon al heel lichtjes te regenen en ik zag niet zo'n positieve wolk naar me toe komen. Ja, niet snel snel. Dus ja, uiteindelijk niet echt gehaast, want met zo'n vis, ik heb op zich geen zware drill gehad. Dus ik ben eigenlijk, de vis is een heel stuk teruggezwommen en ik ben naar hem gevaren en ik heb gewoon even erboven gedrild en hij was eigenlijk vrij snel boven. En ja, dan schuif je zo snel mogelijk dat net eronder. Ja, zo. En dan probeer je in alle rust voorzichtig naar de kant te gaan, want het is natuurlijk een oud en uniek dier. Ik was eigenlijk een beetje vooral angstig. Mijn grootste zorg op dat moment was, ik heb eigenlijk nog nooit zoveel stress gehad. Yeah. En dat was gewoon, ik wou absoluut dat ik zo snel mogelijk iemand had om foto's te maken, zodat ik die vis terug kon laten zwemmen. Omdat het is echt ondertussen, hij is echt op het terugweg, het is zo'n oude vis. En ik zou absoluut niet willen dat zo'n monument, ja, iets zou overkomen. Dus ik wou gewoon echt zo snel mogelijk die vis terugzetten. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik zoveel stress in mijn leven heb
echt heb ervaren. Ja. Dus pas toen die echt krachtig wegzwom, toen was ik echt blij. Was ik echt blij en toen was het eigenlijk van... Voor die vis afgesloten en ook, vorig jaar had ik een target Brutus en ik had bijna het heel bestand op het water gevangen, verschillende toppers zelf gedubbeld en op een gegeven moment was die vis dood teruggevonden van ouderdom, was een gigantisch oud dier. Yeah. En toen had ik eigenlijk iets van shit, ik moet toch echt werk gaan maken van die mooie kaan. Ja, want misschien over 4 jaar zwemt hij er niet meer. Want dan... misschien over 2-3 jaar, zo'n oude vis is op het terugweg, die gaat natuurlijk niet eeuwig leven. Nee. Dus als ik hem wil vangen, moet ik er echt werk voor maken. En ik moet zeggen, ik heb 3-4 jaar hier niet meer gevist. Omdat het natuurlijk een water van het VBK is geworden. Ja, ja. En mijn beste maatje Brecht, die had op die grote schub gestart om te vangen, jumper. En die had eigenlijk op de tweede nacht, terwijl die vis er eigenlijk de laatste 10 jaar misschien 3 keer is gevangen. Had hij op zijn tweede nacht had hij die grote schub gevangen, jumper, op meer dan 34 kilo. Zo, olé. Dat is ook een van de redenen dat ik nu ook Vitella erbij voer trouwens, omdat hij die op Vitella heeft. En ja. Ik ben toch, als ik weet dat een vis op een bepaald aas wordt gevangen, dan hou ik er echt wel rekening mee. Oké, Mario, als we iets verder kijken in het jaar, dan komt de winter eraan. Nou, wij hebben hier eigenlijk afgesproken omdat we voor de Chokita een video willen maken. Chokita is een nieuwe bol en dat is ook echt een allround... Ja, klassiek bolletje denk ik, hè? Ja, op zich een klassiek balletje, dat kan je wel noemen. Het is natuurlijk een all-season aas, maar echt perfect voor de winter. Zeker omdat David Wouters in de ontwikkeling er heeft voor gezorgd voor iets eigenlijk uniek. En dat is eigenlijk een product kan toevoegen, een bepaald enzym, waardoor dat karpers eigenlijk tot onder een watertemper tot ongeveer 5 graden nog altijd zeer goed het aas kunnen verteren en dat metabolisme zeg maar blijft werken. Normaal gaat het onder de 11 graden, gaat het bijna tot stilstand. En het is iets uit de kooi-industrie weer en ja, dat heeft David echt goed gevonden. En hij heeft het afgelopen winter zelf ook langdurig getest, ik zelf nog niet. Maar hij heeft echt heel goed kunnen doorvangen daarop. Dus dat is echt wel belangrijk voor zeg maar een wintervisserij. In de zomer heb je natuurlijk aan zo'n enzym bitter weinig. Veel minder. Omdat of er moeten heel veel mensen heel veel voeren, dan heb je natuurlijk nogal altijd een klein profijtje. Maar in principe, in de zomer doet dat heel weinig af. En het is een beetje een combinatie van chocolade, vanille en banaan. Yeah. Daarom ook de naam natuurlijk Chokita. Chokita. Klinkt goed. En het heeft een zwarte kleur. Waarom een zwarte kleur? Vroeger hadden we natuurlijk, we hadden vorig jaar natuurlijk al de pop-ups op de markt gebracht. En waarom zwarte pop-ups? 1. Kan je bijvoorbeeld ook zeer goed ziggen. Ah, want ja. Zwart steekt natuurlijk tegenover het zonlicht zeer goed af. Dus dat is ook een ideaal pop-upje om te ziggen dus. En ook zwart, dat is natuurlijk iets dat je niet zo heel veel terugziet. Er zijn heel weinig mensen, die of heel weinig firma's, die zwart aas hebben. Ja, dat is dus, dressuur doorbrekend. Dus het is eigenlijk gewoon algemeen gezien toch wel een beetje een dressuur doorbrekend. Oké, nou ik denk dat we hier niet zo heel veel mee gaan vangen. Dan had het wel moeten gebeuren. Maar laten we nog 2-3 uurtjes blijven. Gebeurt er nog wat, dan tunen we weer in. En laten we daarna naar de fabriek rijden, want dat is niet hier ver vandaan, hè? Nee, dat is 5 minuutjes hiervan vandaan. En dan zullen we daar eens een kijkje gaan in de keuken. Alright, kijkje in de keuken bij Dreamways. Komt eraan. Holy shit! Mario Gijbels, we hadden de video afgesloten voor hier. Yes. Maar wat gebeurt er? Oh! Wij gaan de bodem. Holy shit. Ja jongens, we zitten hier gewoon heel chill op de stoel. En hij loopt gewoon af. En dat ziet er niet uit als gaskarpen aanbeet. Ah shit jongens, dit is echt balen.
De drone is gewoon leeg, leeg, leeg. Wel opgestegen, maar hij flipt hem helemaal van, joh, battery, battery. Maar hij is wel flink aan het drillen. Dus kijk of ik het zo kan filmen vanaf hier. Ah, wel een graskuiper. Ah. Ja, helaas. Maar even niet geblankt. Ik heb niet geblankt. Zo, maar qua run leek het wel gewoon een normale karper. Ja, meestal doen ze niet zo. Hij was ook echt sterker. Sterker dan normaal. Sterker als normaal, maar. Ja. Oh, nou ja. Zo. Ja, Mario. Niet geblankt. Niet geblankt, dat is altijd fijn op de nieuwe testbow, de Chiquita. Ja. Vangen dus ook, daar sluiten dus ook geen rassen meer uit, dat is duidelijk. Maar ja, toch nog een teken van leven. Een teken van leven. En meestal komen de vissen hier wel niet alleen. Ze zwemmen meestal in een school samen. Ja. Dus het kan goed zijn. Kan je ook een hengel terug uitleggen, kan het zijn dat we binnen het uur gewoon een karper vangen. Het zou kunnen. Ja, het kost je een beetje moeite om blij te zijn. Ja, weet je, als je er minstens, ik heb ze nog niet geteld, maar dat houdt bij ettelijke honderden niet op. Dan heb je ze wel ongeveer een beetje gezien. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan denk je ik heb zelf verschillende grassen. Door de jaren bewaren bijvoorbeeld grassen met één oog. En dan vertel ik tegen Alijn, ja, ik heb grassen gevangen met één oog. En dan vangt hij die daarna ook terug. Ja. Zelfs dat je geven met grassen begint te herkennen. Ja, dat is geen goed teken. Dat is geen goed teken. Nee. Er zit ook nog een toetoon op. Die is er dit jaar nog niet uit. Niet dat ik daarop zit te wachten. Nou, misschien vangen we die wel even. Ja. Ga snel die helemaal eens even inleggen. Kom goed. Zo mensen, het zit er bijna op. Ik ga nu mijn spullen inpakken. De hengels uiteraard laten we nog als het laatste in. En wie weet, met een beetje geluk passeert er nog iets. Dus fingers crossed. Maar in elk geval, deze sessie zit erop. En we gaan nu opruimen. Netjes hoor. Yes, ladies and gentlemen, welkom rechtstreeks vanaf de waterkant, vanaf het vissen. Met Mario Gijbels zijn we doorgeknald naar de fabriek. Mario heeft samen met Bob Kuivers hebben ze dus de Dreambait Fabriek Hero in hout halen. Nou, vanwege de release van de Chiquita die eraan komt, ik heb hem hier zo hebben ze staan. Ik wil natuurlijk even van Mario exact van A tot Z weten wat voor boilie het is, wat erin zit, wat de boilie bijzonder maakt en natuurlijk waarom jullie hem de komende maanden moeten gaan proberen. Oké, Mario, neem jij maar eens even een flinke hijs van al deze zoete geurtjes. Want zoet is hij wel, hè? Ja, absoluut. Ja, het bevat eigenlijk geen vismeel. Het is eigenlijk een zoet instant aas. Het bestaat uit 17 verschillende ingrediënten. 17? 17 verschillende ingrediënten. Je zou denken dat in zo'n fabrieksbol dat allemaal niets mag kosten. Maar ja, zo is het dus niet. Nee, het is natuurlijk een bolletje gemaakt met alle liefde en passie. Ja. Het is niet zomaar. Daarom ook, ja, als je aas een beetje je passie is, dan wil je natuurlijk zo goed mogelijk aas en dat proberen we zo best mogelijk te maken. En dit is eigenlijk een resultaat ervan. Dit is trouwens die finale versie. We hebben net voor alle jongens in de verschillende landen bodies gemaakt. Teammembers. Ze hebben natuurlijk al verschillende keren kunnen testen. Maar nu staat hij echt op punt. Dit is eigenlijk de final versie. Ja, en is het een instant boiling of is het eerder een voerboiling? Je kan ermee voeren, geen enkel probleem. Maar in eerste instantie heeft hij echt een instantwerking.
Waarvoor bijvoorbeeld, ik weet niet of je het ziet, we hebben heel van die kleine gele millet zaadjes erin. Ja. Dat is eigenlijk voor het crunch effect. Vroeger deden we altijd oesterschalen, maar hier zitten zaadjes in. Waarom? Omdat bijvoorbeeld als je hennep voert, dat produceert zeg maar 52 decibel onder water. 52? Yes, lage tonen die dragen onder water veel verder als hoge tonen. En daardoor zitten er dus nu eigenlijk gele zaadjes in. Dat ziet er ook wel cool uit. En ja, over die liquids kan ik natuurlijk het volgende zeggen. Er zitten drie verschillende flavors in. Ja. Chokita zegt het al een beetje, chocolade en banaan. Maar er zit ook nog vanille in. Verder zit er natuurlijk ook nog een beetje NHDC en bepaalde olies zeg maar, voor de attractiviteit. Ja, en daarnaast zit ook weer Decel in volgens mij. Ja, Decel en Fish Forte 5 zit er ook altijd in. Dat heeft eigenlijk gewoon te maken met de gezondheid voor de vis. De stressverlagend. Ja, ik stop. Ik moet even inbreken, want tegenwoordig zijn natuurlijk heel veel gedoe is er rondom kleurstof in de aasbranche. Nou, deze boilies, dames en heren, u kunt het zien, zijn natuurlijk pikzwart. Is het kleurstof of is het iets anders? Dit is eigenlijk geen kleurstof. Dit is een echt natuurlijk product. Want ja, zoals velen al weten, kleurstof is echt een issue. En ik denk in 2022 dat we enkel nog bij pop-ups bepaalde kleurstoffen gaan zien. Maar ik vrees dat al de bollies, die felle gele en witte bolletjes en zo overal... passé is. Dat is helaas passé. Niet dat het schadelijk is voor vissen, maar dat zijn helaas de regels. Maar dit is eigenlijk een zwarte natuurlijke kleurstof die natuurlijk toegelaten is en die ook zelf reinigend is. Dus ook een beetje de darmstelsel beter laat verteren. En buiten dat, wat moet ik ook nog even zeggen over verteren. Hier zit een speciaal enzyme in, wat eigenlijk mede door David Wouters is toegebracht tot het aas. Hij heeft vorige winter ook met Brecht getest. En dat het enzyme laat eigenlijk toe dat die vissen, normaal zijn hun metabolisme onder de 11 graden, die valt dan eigenlijk vrij stil. Ja. En met die enzymen zou eigenlijk de vis tot bijna 5 graden nog steeds kunnen azen op dit balletje. Je vertelde dat het ingrediënt was uit de kooi-industrie. Ja, dat is een ingrediënt inderdaad uit de kooi-industrie, want het is natuurlijk belangrijk. Die vissen kosten enorm vermogen vaak. Ja. En die worden natuurlijk het hele jaar doorgevoerd. En die moeten natuurlijk de juiste kleur en alles bezitten en de groei en ja, gezond zijn. Dus, oké, okay, en wat zit er straks allemaal in de Chokita range als het naar de winkels gaat? Ja, daar zit eigenlijk een beetje van alles in. We gaan een pasta hebben, dus een deeg, zoals deze. Yeah. We gaan natuurlijk de pop-ups hebben, maar die zijn er natuurlijk al. De pop-ups zijn trouwens ook ideaal om te ziggen, de zwarte kleur. We hebben natuurlijk de wafters, die gaan er komen. We gaan natuurlijk de bagmix hebben, de spray, de dip. Complete range, Trouwens, nog één liquid die hier ook in is verwerkt, is onze populaire Minamino Plus. Voor de extra attractiviteit en instandwerking natuurlijk. Dus die zit er ook in verwerkt. En qua diameters? En qua diameters, we hebben dus de 12, in 1 kilo's hebben wij 12 mm, 15, 20 en 25. Ja. En in de grote zakken hebben we natuurlijk enkel 15, 20 en 25 mm. Ik zou zeggen, zeker, het is sowieso een all-season aas. Dus probeer het absoluut een keer in de winter, maar natuurlijk een heel jaar kan je perfect inzetten. En ik zou zeggen, je moet natuurlijk aasen vertrouwen. Maar probeer het ook eens naast een ander aas wat je hebt en je gaat echt zien en verbaasd zijn hoe goed deze bollies werken. Ja, ik ben zelf echt super onder de indruk alvast van de vangst. Ik heb er de laatste weken nog niet zo heel veel mee gevist. Nee, maar je teammembers wel natuurlijk. Ja, hè? Wel, maar vorige week had ik nog een vis die 9 jaar niet gevangen was. Picasso op een van de moeilijkste Belgische waters. Ja. Na 2 dagjes voeren en dan had ik 5 aanbeten met Chokita, dus dat was eigenlijk ja, wel... Ja, en vergeet niet dat je vandaag op de Chokita ook gewoon een mooie graskarper had, hè? Yes, dat was de enige vis die we hebben gevangen was wel op de hengel met Chokita. Het hoogtepunt dus, van de afgelopen 24 uur. Dus dat belooft en natuurlijk de volgende maanden ga ik zelf 100% deze bolly inzetten en testen. Lek. Dus we houden jullie op hoogte. Nou jongens, ik zou zeggen Mario, super bedankt voor de rondleiding en ook voor het vissen van vandaag. Ik wens je heel veel succes namens Kaujo en alle andere kijkers. Om een mooi 2021 ook te gaan beleven. En met deze rakkertjes gaat het vast en zeker goed komen.